Ik ben super egoïstisch, want ik wil blijven leven. Hoe iemand dat vol kan houden, die helemaal echt zo ziek als een hond is, letterlijk en figuurlijk. Ook al heb je wel eens even je dieptepunt, je weet wat die mensen meemaken. Het is wel een virus, hè? Let op waar je aan begint. Ja, ik ben Jeanette Grootboer en al heel lang verbonden aan de Roperun. Ik doe zelf 10 jaar mee, waarvan ik in het begin als teamcaptain een keer meegedaan heb, heel vaak als fietser. En de laatste 2 jaar ga ik ook mee als loper. Ik merk gewoon dat het heel leuk is om met elkaar voor dit goede doel te gaan. Wat we aan het doen zijn, we zijn aan het oefenen voor de Roperun. We zijn vanmorgen in Staabroek gestart en nu onderweg naar Middelharnis. Dus zo'n 80 kilometer met 2 verschillende lopersgroepen hebben we die afstand overbrugd. Dus dat gewoon oefenen voor de Roperun, voor de echte Roperun die straks 23 mei van start gaat. Hoeveel mensen doen er aan mee vandaag? We zijn vandaag met 28 mensen, 13 lopers. 6 fietsers en dan nog chauffeurs en kaartlezers die onderweg de route in de gaten houden.
Ik ben Petra Dijkman en ik ben van team 159 deelnemster, loper. Ja. Nou, jullie hebben aardig wat kilometertjes in de benen vandaag. Hoe laat zijn jullie vertrokken vanmorgen? We zijn hier om 8:45 moeten verzamelen. En toen zijn we naar Stabroek gereden. Daar hebben we een bakje koffie gedaan met z'n allen. Hebben we verzameld en daar zijn we gaan lopen. Dat was de bedoeling 10:30. Maar uiteindelijk werd dat 10:50 dat we vertrokken zijn. Hoeveel kilometer is het ongeveer? Het is 80 kilometer van Stabroek hier naar Middelharnis. Ja. Binnendoor allemaal over landweggetjes, fietspaden en zo? Ja. Ja, alles door de dorpjes heen, door straten heen. Ja, alle kleine dorpjes hebben we wel gehad van Steenbergen, de Bommel, allemaal doorheen gekomen. Ja. En constant regen? Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk heeft heel de weg geregend. En ik had de bijrader onderweg nog even gekeken. Zou 2 uur droog zijn, was het niet. Zou 4 uur droog zijn, dat was het wel. Maar uiteindelijk, laatste stukje naar Middelharnis, kregen we toch ook wel weer een bak regen over ons heen. Hoor. En windkracht 8. Ja. Dat, de kou en de vocht, heeft dat nog effect op je spieren? Nee, want je loopt jezelf warm. Je gaat het busje in, het busje is ook warm. Dus je blijft eigenlijk wel warm als je na je eerste blokje warm bent. Alleen het eerste blokje is koud. Ja. Jullie hebben constant gewisseld. Hoe vaak is dat nu gebeurd over de hele route? We hadden een drietal begon. Wij waren met z'n vieren, dus dat drietal heeft met z'n drieën 20 kilometer gewisseld. Toen zijn wij een blok gaan lopen van 24 kilometer met z'n vieren. Toen is zijn de volgende ploeg is weer een ploeg met z'n drieën, weer 20 kilometer. En het laatste blok ook weer zo ergens rond de 21 kilometer met z'n vieren weer. En dan om en om wisselen. Ja.